Maar moest kijken. Jeetje, Mina. Hoe dan? Gisteren, de 11e, heeft ze dus een test gedaan bij de GGD. Daar blijkt dus ook inderdaad uit dat ze positief is. Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. Het is vandaag alweer zondag 12 december 2021. En het is nu 10:50. Ja. Rodi heeft gisteravond de twee zusjes meegenomen. Die zie ik pas vanavond 8:00. Dus ik heb alleen Lady en de kavia's en de katten. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier voor deze gloednieuwe vlog. Dat zeg ik. Ik ben nog steeds niet aangekleed en het is alweer half één geweest. Ja, moest je kijken hoe lief het hier ligt. Ja, kijk, ook allemaal lief. Ja, en het is nou nog lekker droog. Dus ik ga even lekker zo lopen. Ja. Nou, ik ga dus nu even kijken of Ro thuis is. Want ik had het net al geprobeerd te bellen, maar hij neemt en zijn mobiel niet op en huis niet. Dus of hij zit bij zijn ouders, want dan neemt hij ook niet op. Dus Lady ook mee lekker de lift, want ik was even met Lady lopen vanzelf. Maar ik ga dus nu even kijken of hij thuis is. Een conclusie, zoals je ziet, ga ik dus weer naar beneden, want alles was hermetisch op slot. Nou, als hij dus alles hermetisch op slot heeft, dan is hij dus ook sowieso niet thuis. En dan is hij dus aan het lopen met de honden. Dus ik ga zo meteen gewoon weer even kijken of ik hem te pakken kan krijgen. Want dan heeft hij zijn telefoon dus waarschijnlijk op stil. Dus, maar ja, maakt niet uit. Ik ga even kijken, want waarschijnlijk zit hij hier aan de overkant. Maar we gaan het zien. Oké, mensen, daar staat er een. Daar rijdt er nu een. Hier staan er twee. Ah, dit is leuk. Kijk, en daar staan er heel veel. Genoeg, daar is ik al daar. Weet niet wat er aan de hand is. Maar echt. Het is alleen maar leuk, man. Ik weet niet waar de baas is, maar dat is wel grappig zo. Dat is wel grappig. Waar is de baas? Ik weet niet eens waar Ro loopt. Hebben jullie niet op hoor, jongens? Een beetje, maar niet heel veel. Leed, kom eens hier. Kom eens hier. Kom. Oh, nou, daar in de verte en loopt droog. Allemaal ME busjes. Allemaal te veel. Schrappig, joh. Ga je plassen lekker, schatje? Helemaal top. Wat is er in vredesnaam aan de hand hier? Nee, mensen, ik ben totaal geen sensatiezoeker, maar dit gebeurt niet hier zo vaak in onze wijk, zeg maar. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar het is een beetje te veel. En Ro, die telde net 11. Hier staan er 1, 2, 3, 4, 5, zie ik nu. Ik weet niet waar die anderen zijn, maar... Kijk, maar moest kijken. Jeetje, Mina. Hoe dan? Ze reden hier net af en aan. Ik ben even kapot, maar oké. Maar jeetje. Kunnen leren. Zo vaak kom je ze hier niet tegen, nee, in de wijk.
Nou, ik wil even kijken waar al uithangt nu. Ik weet het van haar niet. Maar al, oh, daar, kijk. Daar loopt Ro. Daar loopt Ro nu. Jeetje, Mina. Kun leren. Nou, ik ga ook een stukje lopen nu. Ik ga even richting Ro lopen, zeg maar. Want Ro die gaat ook, denk ik, hier zo naar de overkant. Daar rijdt er nu één. En dan heb je hier nog een aantal X. Oh, oké. Okay. Ja. Iemand waarschijnlijk aanhouden, staande houden. Ja. Dit is aardig wat, ja. Aha, kom. Oh. Doe ik even lady eventjes in beeld. Ja. Kom eens kijken. Yes, mina. Oh, daar staat hij nog steeds. Oh. Zo, goedemorgen jongens. Ik film mijn eigen vent. Heel leed. Waar is de baas? Waar is de baas? Hallo, koekoek, de baas zeg ik. Waar is de baas? Ik zeg, hallo, luisteren. Zwartjoekel, waar is de baas? Laat deze man even gaan alsjeblieft, jonge dame. Lopen. Oh, kijk, daar is de baas alweer. Ja, lopen. Hi, schat. Hi. Kom hier. Oh. Hi. Oh. Wacht even. Nee, niet in die dorp erheen. Kom eens hier met je mooie blauwe ogen. Hi. Hi. Oh, jij gaat weer lekker gras vreten, schat. Ja, goed zo. Nou, zoals jullie dus achter me zien, en zoals jullie dus net hebben kunnen zien, waren er heel veel ME-busjes. Maar er is blijkbaar een aanhouding verricht. Netjes gedaan. Dus een shout-out naar alle politieagenten die alles weer veilig houden in het land. Ja. Schat, ja, ik weet dat je het lekker vindt, blaadjes eten. Dus ja. Maar er was in één keer zoveel ME-busjes. Zoveel. En dat heb ik nog niet eerder zoveel gezien. Dus ja. En dat in onze wijk, hoe dan? Ja, en dan ga je gewoon een beetje afvragen van, wat is er aan de hand, Nou, en Ro die liep dus al hier in de buurt. Dus die ging even vertellen, maar Ro die telde al meer dan 11 ME-busjes. 11! Oké, okay, en dat voor één auto. Dus, nou ja, het is niet grappig, maar ja, het is wel weer veilig, zeg maar. Zo, het wordt een beetje donker, jongens. Ik zal eventjes een beetje licht aanknallen. Maar ik heb ook een pakketje binnen, die had ik gisteren al binnen, maar mijn buurvrouwtje heeft het pakketje in ontvangst genomen. Dankjewel. Een shout-out naar u. Jou. Ik mag geen u zeggen. Oud, sorry. Maar ik zal een beetje licht creëren. Want ik heb terug mijn pakketje binnen. Alleen, ik kan niet zo heel veel filmen, want het gaat namelijk wel in verpakking. Dus ik kan wel een beetje filmen van tot hoever, maar het is wel voor namelijk daaronder. Zo, dus het pakketje. Ja, kijk, ik had al wat iets open gemaakt. Niet heel veel. Nee, ik weet al wat erin zit. Maar ja, dat weten jullie nog niet. Het zijn er vier, want dit is één, en dat is één, en dat is één. Maar ja, daar is ik al, ik kan niet zo heel veel laten zien. Helaas, pindakaas. Want anders verklap ik al mezelf wat er in die mooie bak daar gaat. En dat is niet handig. Nee. Dus hier laat ik het even bij. Wat ik dus nou wil gaan zeggen. Dat is leuk. Kijk, ik heb hier dat pakketje. Maar ik ga wel aan degene vragen van jou. Als Ro dus aan het werk is. Of ik het dan wel mag gaan filmen. Maar dan komt het dus niet op YouTube terecht. Want dat is gewoon. Dat mag gewoon niet. Maar het is dan gewoon voor eigen gebruik. Dus dat ga ik dan wel vragen, maar dat komt helemaal goed. En anders dan is het gewoon gezicht bleuren als ze zoiets hebben van voor één keer, maar maakt niet uit. En anders doe ik gewoon eventjes tot hier een mooie smiley of zo, maakt niet uit. Maar dat komt helemaal goed. Ik zal dan Roderick het sowieso laten zien. Roderick is eventjes naar de overkant. Ja. En mijn soepie staat al lekker even op.
helemaal goed. De dames zijn hier een beetje aan het etteren. Draakje ligt daar. Ook helemaal top. Ja, dat zeg ik. Helemaal goud. Nou, en daar heeft Rodus namelijk even wat broodjes. En we hebben hier spelletjes. Helemaal gezellig. Ja, zeker. We gaan er zo meteen spelletjes doen. Gisteren, de 11e, heeft ze dus een test gedaan bij de GGD. Daar blijkt dus ook inderdaad uit dat ze positief is. Maar als je dus positief bent, moet je dus binnen blijven. Dat weet iedereen. De hele bevolking. Maar nu gaat ze dus lekker tegen het draads. Ja, er mag zoveel niet en wat er niet mag. En dit en dat. En de honden moeten eruit gelaten worden. Dus, ik had haar vanochtend aan de telefoon. Ja, en ik heb niemand die dat wil doen en blablabla. Ik zeg, mam. Ik zeg, die wil dat doen. Ja, ik ga hun niet vragen. En hun hebben ook een eigen leven. Denk je, hallo? Waarom niet vragen? Gewoon vragen. Nee, heb je een ja, kun je krijgen? Ja, maar die hebben ook en dit en dat en zus. Ik denk, oké. Dus ik denk, ja, dan ga ik maar gewoon de lieve dochter uithangen. Dus ik ga dat en dat even gewoon even de mensen even berichten. En hun even op de hoogte stellen. En ik bel haar nu net zelf. En dan krijg ik van ja. En die zegt ook al van ja, maar ik kan ook zelf bellen. En hij gaf me rood gelijk. Denk ja, maar dan vertel je ook niet helemaal de waarheid. Dan vertel je ook niet even van joh, maar ik zeg, maar ik heb zelf tegen mijn eigen dochter gezegd dat er niemand is en die mij wil helpen. Ik weet het niet hoor, waar het bij mij dan fout gaat. Maar terwijl er meer familie zit bij haar in de buurt dan bij mij. Ja oké, ik kies er ook zelf voor om lekker bij mijn familie weg te gaan wonen. Eigenlijk gewoon voor mijn eigen zelf lekker rust met de koekoek. Als je gewoon zo graag contact wil, dan kun je ook hier naartoe komen. Ik hoef niet altijd daarvoor die kant op. Maar de koekoek. En je kan ook zelf bellen. Waarom moet ik het altijd maar doen? Maar... Dus ik heb net even gewoon een kaart opgehangen. Ik ben er even klaar mee. Met dat gezielige gedoe van ja, maar dit en maar dat en maar zo en maar zo. Ja. Mag ik beginnen, schat? Een beetje stukkig, dus ja. Hoezo stukkig? Hoezo? Oh ja. Oké, mag ik beginnen? Oké, nou dan doe ik hem daar. Wat? No. Wat? Nou, niet eerlijk. Hoes, waarom en niet eerlijk? Dat is gewoon niet eerlijk. Heb ik daar nog. Even kijken hoor. Even koekeloeren. Niet doen. Ja, dat doen. Kom hier. Dat is wel leuk voor jou. Even kijken hoor. Kijk eens. Doe hier maar. Nou, hou eens op. Ja, nog even. Dus schat, even niet doen. Schat, even niet doen. Ik ben even aan het koekeloeren, alsjeblieft. Ik heb
je moet. Hoezo? Wennen. Ja, mijn even aan het koekeloeren. Even tactisch nadenken hoor. Ja, want als ik daar doe, dan. En heb jij een man? Mm-hmm. Gaan we niet doen. Ah, trap, 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 trap. Wat dacht je? Ik ga toch uit je tent lokken. Is dat zo? Nee. Ja, nou ja, en dus gefeliciteerd. Zijn we hierin gedaan, had? Zo. Mag jij beginnen? Deze wel. Je mag ook geen andere stokjes aanraken met je vinger of warm op per ongeluk. Maar je hebt ook nog een andere optie. De blaasoptie? Nee. Heel erg makkelijk, hè? Vooral hier, dan is het zo ja, snel. Ik ga even eentje pakken, vegen en wegpakken. Ik weet niet of het mag, maar ik zal het even laten zien wat er vroeger ook wel eens gebeurt. Als je stokjes hebt, mag je ook met deze werken. Stel. Oké, je hebt bijvoorbeeld één zwarte, die mocht je pakken daarvoor. Jij had de kleurtjes en die zwarte, als je die had, dan mocht je het andere stokje mee pakken. Niet met die andere kleur. Ja, misschien was dat ook. Dat, nee, maar. Dat weet ik niet meer. Kijk, net zoals deze, ik weet niet of het wil, maar dit heb ik dan vroeger geleerd. Ja, dan kun je wegtikken. Maar dan ga je die waarschijnlijk aantikken, die. Ja. Kijk, maar hij beweegt nog niet, dus. Ja, dan kan je daar weer tikken. Ja, maar. En pakken. Dat is deze. Die ja, is maar, mijn... ook, maar ook deze. Wat? Wat? Die kende ik nog niet. Ja, en dat mag ook. Okay. Maar dat en dat heb ik van vroeger geleerd. Ik weet niet of het mag, inderdaad. Dat en dat even terzijde, maar. Ja, een hele mooie. Oké, okay, makkelijk. Ah, deze ging maar Emma, ik zie het goed. Ik keur het gewoon goed vandaag. Vandaag. Ik ook vandaag. Hartstikke mooi, alsjeblieft. Want deze is wel erg makkelijk. Keur hem goed. Dan pak hem. Gaat het in de andere kant. Gaan pakken dan. Tanding. Wat ik dan probeer te doen, dat is dus eigenlijk zo. Ja, dat kan ook. Ja, dat voel ik niet voor. Ja, dat mag ook inderdaad, ja. Dat mag ook. Vroeger was er een zwart stokje, blauwe, gele, rode.
Ken je dat allemaal? Alleen die zwarte die mocht je gebruiken als dingetje. I mean, dit maakt ook deel uit van de pot, zeg maar. Jammer. Ik bewoog wel. Ik kan het niet goed zien. Ik wil het niet hè? Nee. Ik kan niet goed zien, dat is vervelend. En deze spelletjes moeten we gewoon vaker doen. Ik vind het leuk, maar net zoals ook gewoon mensen erger niet. Ik vind het heerlijk. Ik vind het leuk. Ik vind het eigenlijk ook een rot spel, maar goed. Ik weet de regels niet. Volgens mij, als je eentje pakt, mag je nog eentje pakken. Net zolang tot je dat weet, zeg maar. Die bewoog, ja. Maar goed, maak het leuk. Ik vind het prima. Ik kan het beter zo gaan doen. Of anders nog twee pakken. Nog twee. Ja, zo kan het ook. Twee, ja. Maar eigenlijk. Officieel, als deze dus zo ligt, ja. Ja, dan mag je dus die eigenlijk niet eens bewegen. Wat je dus dan zou kunnen doen, dat heb ik vroeger geleerd. Twee stokjes. De ronde door. En dan eigenlijk eromheen hoog wippen. Ja, zeg maar. Dus van deze kant zou je hem dus eraf kunnen rollen. Ja, met twee stokjes. En probeer maar. Dus zeg maar zo. Juist. Ja, ja, dan is dit mijn stokje. Maar volgens mij, en was het dus met deze ding, met die streepjes, gewoon helemaal. Omdat je met die dus alles mag doen. Oh, oké. Okay, met deze. Dat zal een afwijkende zijn, ja. Deze, volgens mij. Ja, oké. Okay. Maar dat weet ik niet zeker. Je hebt hier verschillende ja. Dingen, hè? Weet ik het, vier verschillende. Heel precies. Maar dat is ook leuk. je kan ook met deze gaan werken. Gewoon. Kijk. Je kan ook met dit, want dan heb je hem eigenlijk. Dat en ja, dat waren twee vlak naast elkaar, dus ik word net niet erbij. Kijk, want dan heb je hem eigenlijk en dat ding is. Ja, maar dit is het speciale stok. Waarschijnlijk wel, ja. Als je mooi geweest, hoor. Ja, ja. Ja, mensen, ik ben moe. Echt, serieus, ik ben gewoon moe. We zouden eigenlijk de hele dag lekker thuis blijven. Maar Rodi is dus even naar de overkant geweest. Dus ik had zoiets, nou, dan gaan we eventjes bekijken hoe en wat. Nou ja, niet gelijk, maar we zijn eerst even een spelletje wezen doen. Hebben jullie kunnen zien. En we gaan vaker spelletjes doen. Gezellig. Zijn we eigenlijk niet zo van, maar het is wel gezellig. Serieus. Maar ja, we zijn eventjes naar vrienden van ons geweest. Naar Rob en Jan. En daarna vond Ro het leuk om mij eventjes te trakteren op deze. Ik heb daar al heel veel gehad, maar ik ben ongesteld, dus ja, hè? Een vrouw die ongesteld is, ja, die is gewoon raar bezig, zeg maar dat geeft niet. Nee hoor, maakt helemaal niet uit. Heeft helemaal niks. Het is gewoon een hele rare dag vandaag, moet ik zeggen. Ik heb eventjes de intro er even bij knallen, hartstikke idee. En dan, ja, ga ik nu eventjes editen en daarna ga ik zo deze editen voor morgen, want ik heb echt momenteel helemaal niks online. Dus ik ben iedere keer voor één dag bezig. En ik moet nog heel veel vlogs editen. Fijn, joepie. Maar oké, ik ga dit even doen. En dan ben ik zo meteen weer terug bij jullie. Ja, yeah,
ben weer op bed. Yay! Gezellig. Ik ga deze vlog lekker afsluiten. Samen met jullie. Hé, hey, vraag je. Vond je deze vlog wel leuk? Ja? Weet je wat je dan moet doen? Nee? Nou, ik wel. Hé, hey, dat is het duimpje omhoog. Dat is even hier beneden even abonneren. Ja, dat rode abonneerknopje. Even een leuke reactie achter. Ook heel belangrijk. Even een leuke reactie achterlaten. En ook zeker het belletje even aan. Belletje, ja, die kun je vinden. Hier beneden ook. Net zoals het rode abonneren button. Ja. Heb je hem gevonden? Wacht nog heel even. Ja, hey, top. Dan hoor je weer bij onze familie. Dankjewel. En dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog.